Dan stemmen we nu over het wetsvoorstel. Lang niet iedereen stemde voor de wet. We stemmen dus als fractie tegen deze wet. Vanuit de grond van ons hart tegen deze verschrikkelijke wet. De PVV-fractie zal tegen dit schabouwelijke wetsvoorstel stemmen. Maar een ruime meerderheid van de Eerste Kamer stemde voor. En dus werd de wet aangenomen. Dit betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Het moet de oplossing zijn voor een probleem dat al lang speelt. De spreidingswet wordt die genoemd. Bedoeld om, de naam zegt het al, asielzoekers eerlijker te verspreiden over Nederland. Dat gebeurt op basis van het aantal inwoners. Een grote stad moet dus meer asielzoekers opvangen dan een klein dorp. En er wordt gekeken naar hoe rijk een gemeente is. Door de nieuwe wet moeten vooral meer gemeentes in de provincie Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant aan de bak. Daar moeten flink meer opvangplekken komen. Maar veel mensen vinden dat er te veel vluchtelingen naar Nederland komen en willen geen asielzoekers vlakbij hun huis. Tegelijkertijd moeten de asielzoekers die hier al zijn wel goed worden opgevangen, zeggen ook veel mensen. Er zijn gemeenten die al veel mensen hebben opgevangen, maar er zijn er ook die dat tot nu toe niet deden. Met de nieuwe spreidingswet kunnen gemeenten door de regering gedwongen worden de opvangplekken te maken. In de gemeente Zwijndrecht is dat dwingen niet nodig. Daar hebben ze net voor de nieuwe spreidingswet er kwam al een opvangplek gevonden. Een hotel waar 300 mensen opgevangen zullen worden. Kinderen van een school in Zwijndrecht hebben het nieuws daarover goed gevolgd. Ik heb gehoord dat Hotel Ara een opvangcentrum wordt voor vluchtelingen. En daar ben ik ook wel best blij mee, want het moet natuurlijk ook eerlijk zijn dat elke gemeente ook een plek heeft waar vluchtelingen kunnen zijn. De leerlingen van basisschool De Twee Wieken in Zwijndrecht zijn goed op de hoogte. Ook over de nieuwe wet, de spreidingswet, hebben ze gehoord. Nou, dat er te veel asielzoekers in Ter Apel waren en dat er een paar een beetje heel over Nederland moeten worden verspreid. Wat vind je daarvan? Eigenlijk weet ik niet echt wat ik daarvan moet vinden. Maar ik vind het ook wat beter voor die mensen dat ze niet meer buiten hoeven te slapen. En tenminste dat ze een onderdak krijgen. Ja, ik vind het wel belangrijk, want mensen die zeg maar moeten vluchten, die moeten onderdak hebben. En als ze dat niet hebben, dan ja, moeten ze op straat slapen. En dat is natuurlijk voor helemaal niemand leuk. De gemeente Zwijndrecht wilde al veel langer asielzoekers opvangen, zeggen ze. Maar kon steeds maar geen geschikte plek vinden. Tot nu. Ja, dit is het hotel. Het ligt aan de rand van Zwijndrecht, best een stuk van het centrum en op een paar kilometer afstand van de school. En in april worden hier 300 mensen opgevangen. Ik weet niet of ik ze ga tegenkomen, ik weet niet of ik ze ga zien. Misschien zie ik wat nieuwe gezichten op straat of zo, of op andere plekken. Bijvoorbeeld als ik ga zwemmen zie ik misschien nieuwe mensen of naar het park ga. Ja, het is best lastig wat je kunt verwachten. Er zijn ook mensen die zich zorgen maken en geen opvangplek in hun gemeente willen. Ja, iedereen heeft zijn eigen mening, maar ja, dat is hun mening. Dat begrijp ik wel, want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld misschien bang zijn dat er misschien te vol wordt en dat het echt te vol is. Aan de ene kant snap ik het wel, maar aan de andere kant ook weer niet, want waar moeten ze anders slapen? In Zwijndrecht is dus al plek gemaakt voor 3 jaar in een hotel. Een hotel klinkt misschien luxe, maar volgens de burgemeester is dat het niet. Hij noemt het sober en niet riant. Eenvoudig dus. Het is allemaal sober, het is niet riant. Er zullen meerdere mensen met een vier op een kamer zitten in stapelbedden. Maar wij denken dat het op een sobere, goede manier menswaardig onderdak geeft. Als ik een asielzoeker was, dan zou ik het wel fijn vinden. Het hoeft ook niet per se luxe te zijn, want ik heb tenminste een dak boven mijn hoofd en ik kan tenminste eten en drinken. Ja, dat je zelf blij moet zijn met dat jij wel onderdak hebt en dat je gewoon een huis hebt waar je in slaapt.